Good morning guys, het is vandaag dinsdag en ik dacht ik open de weekvlog even snel, want ik ga straks naar mijn werk. Het is nu 7:15. Ik had gewoon weer heel erg veel zin om deze weekvlog te beginnen. Ik ga leuke dingen doen deze week. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik ben vanmorgen wakker geworden met een koortslip. Echt al heel lang niet meer gehad, maar ik baal er altijd wel echt enorm van. Dus ik zit hier al met een ijsklontje om het wat te verminderen, maar of het echt werkt, ik heb geen idee. Ik ga me even omkleden. En dan ga ik richting werk. Ik zal even mijn outfit aan jullie laten zien als ik me heb omgekleed. Oké, ik heb me even snel omgekleed. Ik had niet heel erg veel inspiratie, maar ik heb een witte blouse aan van Naked. Broek is ook van Naked. En mijn Axel Arigato sneakers. Ik pak nog even mijn tas in en dan ga ik naar kantoor. Good morning guys. Ik ga weer naar kantoor. En ik dacht, als ik toch weinig kan filmen op een dag, film ik maar even mijn outfit. Ik zie trouwens dat ik een beetje veel blush op heb, maar dit is mijn outfit van vandaag. Ik heb een topje aan van Loof Fashion in Alkmaar. Pantalon is volgens mij van de Bershka. Heb ik echt al een tijdje, maar die is echt mega lang. Ik weet niet of je het ziet. En ik heb gewoon weer mijn Axel Arigato sneakers aan. Ik heb even mijn haar gesteld, want het zat echt vreselijk. Maar ik ga nu weer naar werk. Hey guys, ik kom net terug van werk. Even die helm af. En er is een pakketje binnengekomen van Scapino. Geen idee wat het is. Oeh. Oh, wat schattig. Oh, deze vind ik heel leuk. En het is ook nog eens mijn maat. Wat schattig. Er zit ook nog een zonnebril bij. Oh, echt heel leuk. Ik ga gelijk even het karton bijzetten. Bij ons in de stad is het namelijk elke woensdag. Dus ik ga nu eerst even snel het pakketje ophalen en dan ga ik karton doen. Oh my god, dat is van Gisou. Oh, mooi doosje. Oeh, dat is de lip oil. Oh, daar ben ik echt zo benieuwd naar. Ik heb nu alleen dus een koortslip. Hij is bijna niet doorgekomen, gelukkig. Maar oh, ik ga dit doosje bewaren, denk ik. Hier ben ik echt heel erg benieuwd naar. Oké, vaak als ik uit werk kom, heb ik echt geen zin om te koken. Al helemaal als ik alleen ben. Maar nu wist ik dat ik dit ging eten en ik had er zoveel zin in. Dus ik ben blij dat ik het heb gemaakt en dat ik het nu kan eten. Ik denk dat dit wel, oh die blush. Ik denk namelijk dat dit mijn favoriete eten is. Hey guys, het is vandaag donderdag en ik heb de hele dag gewerkt. En ik ben net terug van mijn ouders, want daar ging ik even wat eten. Nu heb ik al een lekker weekend. En morgen ga ik met mijn vriend naar Walibi. Superleuk, we gaan met z'n tweetjes. Hij komt me straks ophalen en dan slapen we bij hem. Dus ik ga nu even mijn tas inpakken met alle dingetjes die ik nodig heb. En ik moet nog mijn video online zetten van vrijdag. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb dus mijn haar gesteld, maar ik weet niet wat het is. Ik voel me altijd zo'n ander persoon. Ik ga nu eerst een vlog doen, dan ga ik mijn tas inpakken. Ik heb net snel even mijn nagels gedaan met gel. Ik heb maar twee laagjes gedaan, omdat ik gewoon even zo'n, ja, ik wilde gewoon zo'n verzorgde look. Niet zo'n hele jellerige look. Dus ik heb die Biap van Pink Jellak erop gedaan. Oké, ik ben echt chaotisch. Het is vandaag zaterdag en ik ben me aan het aankleden, want ik ga vanmiddag naar een feestje in Bergen. Dat is het dorp waar ik hiervoor woonde. Het heet Woodlands. Ik ga denk ik een kort broekje aandoen, maar ik heb nu even zo'n zwierige broek aangetrokken, want ik heb mijn benen even gezelfbruind, want ik was zo wit. Dus dat laat ik nu even intrekken. Ik ga zo op de scooter richting Bergen dus. Ik heb net helemaal mijn make-up gedaan. Het is echt super lekker weer. Ik heb vanmorgen ook weer getennist. Het gaat echt zo goed. Ik vind het ook echt heel erg leuk om weer te doen. En we waren natuurlijk gisteren naar Walibi. Ook toen echt super lekker weer. We zijn letterlijk overal in geweest. Het was echt heel rustig in het park. Ik denk dat we bij één achtbaan misschien 20 minuutjes hebben gewacht. Dat was het enige. En de rest konden we eigenlijk zo doorlopen allemaal. Ik zie dat mijn camera leeg is, dus die ga ik even opladen. En dan ga ik richting Bergen. Oké, dit is de final fit.
Mijn benen zijn best wel bruin geworden nog. Ik heb ook nog even in het zonnetje gelegen. Ik heb een topje aan van H&M, blazer van Naked, broekrokje van Zara en mijn schoenen zijn van Amoda. Tas is van Rough Studios, dus ik ga nu echt weg. Weten jullie wat dit betekent? Oké, ik kom net terug van werk. Ik heb net even gegeten. Ik heb mijn koffertje opgehaald bij mijn ouders, want ik vlieg morgen naar Londen. Superleuk, voor werk ook. En daar blijven we ook slapen, want het is een conferentie van Bondi Sands. Echt mega leuk, ik heb er echt zin in. We vliegen al om 7:00 ochtends, dus ik word om 4:15 opgehaald. Dus ik ga nu snel mijn koffer inpakken, zodat ik nog even wat kan slapen. En donderdagmiddag vliegen we weer terug. Dus let's go. Hey guys, het is inmiddels alweer zondag en ik heb nog helemaal geen update gefilmd nadat ik terug ben gekomen uit Londen. Dus ik dacht, laat ik dat maar even doen. Want ik wil deze weekvlog eigenlijk tot vrijdag vloggen. En het is nu zondag, dus ik plak er gewoon nog een weekje aan vast. In de tussentijd ben ik ook naar de kapper geweest. Misschien zag je het al. Ik ben echt weer een stuk blonder. En ik heb dus gevraagd om die Australian hairline. En ik ben er echt zo blij mee. Hier zet ze dan gewoon in met bleach. Dus dit is echt super blond. Het loopt helemaal zo hier door. En de rest is ook weer lekker fris en weer een beetje geknipt. Ja, het zit weer echt top. Dus ik ben echt mega blij met mijn haar. Ik was natuurlijk weer naar Kim geweest. Daar ga ik nu echt al 4 jaar naartoe, denk ik. Echt heel erg blij mee. Maar Londen was ook echt super leuk. Ik was met 1 collega. En we waren dus naar een conferentie van Bondi Sands. Wij zijn distributeurs van het merk in Nederland. En daarvan was dus een conferentie. En het was echt super leuk. En ook best wel nieuw voor mij. We hebben echt super veel mooie dingen van Londen ook gezien. Gingen op een boot dineren. Het was echt heel mooi. En toen dus naar de kapper geweest die volgende dag. En toen gisteren was ik naar Amsterdam Open Air. Ik wou dat ik kon zeggen dat ik iets heb gefilmd, maar dat ben ik gewoon helemaal vergeten. En nu is het zondag. Ik heb lekker weer mijn bedje opgemaakt. Ik ga straks bij mijn ouders eten en ik ga morgen lekker naar het strand. Dan ben ik ook nog vrij. Ik vond dat het nog geen tijd was om deze week vroeg af te sluiten, omdat ik nog heel veel leuke dingen ga doen. Dus jullie gaan het nog allemaal zien, maar dit is even een update tussendoor. Oké. Good morning guys. Het is vandaag alweer dinsdag en ik ga weer naar mijn werk. Dus ik dacht, ik laat mijn outfit weer even zien. Het voelt echt alsof ik al heel lang niet heb gewerkt. Maar dat komt natuurlijk omdat ik naar Londen was. Dit topje is van Loof Fashion uit Alkmaar. Ik denk dat ik deze echt heel erg veel aangedaan deze zomer naar kantoor. Gewoon met kapmouwtje. En deze broek. Ik was even vergeten dat ik deze had. Ik heb hier ook een jasje bij. Maar ik heb hem eigenlijk nooit aan. Hij is van Naked. Schoenen van Axel Arigato. Maar ik was helemaal vergeten dat ik die broek had. Ik vond hem wel leuk. En hij is echt, echt super lang. Dus dat is ook top. Hello guys. Het is vandaag zondag. En ik ben helemaal ready om naar het strand te gaan. Maar we gaan eerst nog even bij mijn oom eten. Want die is vandaag jarig. Dit heb ik aan. Ik heb gisteren gewerkt. En dit truitje hadden we nieuw in de winkel. Ik werk bij Loft 27 in Alkmaar. Mega leuk. Is van Saint-Tropez. Dus als je hem ook wil, kom naar de winkel of stuur ons even een berichtje. Broekje is van Naked. En ik doe straks mijn slippertjes aan. Het is vandaag ook echt weer mega lekker weer. Ik ga nu even mijn strandtas inpakken. En dan lekker naar het strand met vriendinnen. Hello guys, het is al eventjes geleden dat ik voor het laatst heb gevlogd. Sorry daarvoor. Ik moet zeggen, ik ben ook best wel druk met werk, mijn eigen dingen. En soms ligt mijn prioriteit niet echt bij het vloggen. Maar ik hoop alsnog dat jullie deze verzamelvideo, weekvlog-achtig iets leuk vonden om te zien. Ik ga dit denk ik gewoon weer beginnen en dan kijk ik wel even wanneer het online komt. Ik kom net ook weer terug van werk, dus ja. Ik zie jullie weer bij de volgende video. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende. Doei!